Een van de belangrijkste stations in ons land is Brussel-Zuid. Maar het is niet een van de mooiste. En Philippe uit Brussel die vraagt zich af waarom hebben ze dat oude treinstation van Brussel-Zuid niet behouden. Het allereerste station in deze buurt lag op het Roepenplein en het heette het Bogaardestation. Het was een terminus en de treinen die reden Brussel binnen langs de Stalingradlaan. Maar dat station werd te klein en daarom kwam er iets verderop, in 1869, het grotere, maar vooral prachtige Brussel-Zuid. Je kwam het gebouw binnen langs een inkomhal met gigantische zuilen en de 6 perrons waren grotendeels overdekt. Ook dit station was een terminus. Je kwam Brussel dus binnen langs Brussel-Noord langs de ene kant of Brussel-Zuid langs de andere kant. En dat zagen ze in die tijd als een probleem, want de mensen die vanuit Vlaanderen of Wallonië kwamen, moesten eerst de hele stad doorkruisen om verder te reizen. En daarom begonnen ze met de bouw van de Noord-Zuid-verbinding. De werken die startten in 1919 en het werd een van de grootste bouwwerken van onze stad. Want de treinen die moesten door het centrum gaan rijden, de sporen die kwamen hoger te liggen, waardoor het oude Zuidstation niet meer geschikt was. Brussel-Zuid was net zoals Brussel-Noord een terminusstation. De treinen die kwamen tot hier en je moest dus op een andere manier door de stad. Dat hebben ze veranderd met de bouw van de Noord-Zuid-verbinding en daarom moest het oude, prachtige Zuidstation tegen de grond. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel hem dan op brus.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.